Hey yo kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag ben ik hier samen met mijn schatje. Nee hoor, maar klassieke intro. Nee, maar goed, vandaag ga ik mij bezighouden met Project Mushroom. Dus ja. Mushroom. Ja, mushroom. In plaats van mushroom, mosh. Ja, mosh. Mushroom, ja. Zegt Ronald altijd van, in plaats van ga, kan je even weggaan, zegt hij mosh. Mag niet. Jawel. Geen ho, alsjeblieft, oké. Okay. Even kijken, nou heb ik wat string nodig, want ik ga een boog maken tegen die emoes. Ja, dan word ik een keer tijd op een livestream gaan doen. Wat? Ik dacht dat je zei stream. Dus, ja, we hebben nog nooit een livestream gedaan met Strijn. Ja, maar ik kan toch niet streamen, jij emo? Hoezo niet? Oh ja, joh, fucking. Ah, joh. Waar zijn de mushrooms trouwens? Mushrooms? Ja, mushroom. Waar zijn de mushrooms? Jij had ze voor het laatst. Fuck. Heb je ze die ergens in de chest gedaan of zo? I don't know. Oh, gelukkig, hier zijn ze. Waar is de bucket? Jij hebt de bucket. Ja, kom zo brengen. Ja, ik ben al onderweg, jij. Nee, maar ik heb geen bucket, trouwens. Ja, dat moet wel. Waar is die anders? Ik heb hem niet. Ja, voor mij zit die zit in de chest bij jou in jouw huis. Wauw. Daar heb ik hem laatst nog gezien. Oh, maar daar zit hij niet. Jawel, in de middel, ergens in, voor mij de linker chest. In the middle of the night. Stop met zingen, AB. Nee. Ik was net hevig aan het ejaculeren vanwege dat nee. Willen. Nee. En de man. Nee, sorry, geen bucket hier zo. Ja, nou dat is vreemd, ik heb er ook geen. Lolcats. Oeh, wacht even, we hebben nog een chest. Ik wou net zeggen. Waar? Ja, bingo. Ik zei het toch. Nee, maar ik was hevig aan het ejaculeren vanwege dat ik ben door een enderman weer werd vermoord. Maar ik heb gewonnen. En nu heb ik trek in een koekje. Ik heb trek in een koekje. Voor een beetje opgeblazen. Maar ik heb een fansje gemaakt. Wel, into the nether! Ik heb zoiets van fuck it, ik zit hier Mr. Fluffy Tim is hier geweest. Oh god. Ik heb hier twee endermans. Hoi, hoi, twee endermans in de nether. Ja, ik ga slaan. Help, Johan! Johan, help me! Jezus Christus! Nee, die is je niet. Je bent in de hel, hè? Niet donder op, donder op, donder op, donder op, donder op. Oké, oh. Je bent in de hel, hè? Niet alleen in de hemel. Oké, opdonderen. Kut ding. Die is dood. Oh, hi Tim. Ja, jouw sign gaat weg. Doei, doei. Hashtag Fluffy Tim. Oh ja, dat was een sign die Tim eerst had geplaatst. Toen heb ik die weggehaald. Toen had ik ervan gemaakt. Hashtag Fluffy Tim. We hebben die glowstone nodig. Nee, die pak ik wel. Oh, we kunnen geen water plaatsen in de nether. Dat is mijn kut. Ik kom nu pas achter, daar heb je ijs voor nodig. Ja, oh, ik weet al wat. Kijk, oh kut, sorry, hoe doen we dit nou? Heb het lef, je emu! Weet je wat? Zo. Dat kan niet in bucket, hè? Nee, dat kan alleen in bucket. Dan nog jij emu. Au, hey! Dit is een hardcore weg. Shit, bro. Tasberg, emu weg. Hoe gaan we dat je nog een cobblestone hebt, ik heb de 63. Nog voorzichtig. Ik wil geen glowstone verliezen. Oké, wat ik ook nog wegschrapen. Hoe gaan we dit nou lager maken dan? Ja, weet ik veel. Kan het wel laag dan? Ja, nee. Kan niet. Lol. Nou, ik ga eerst maar terug en ik breng eerst als het meer een veiligheid en dan ga ik gewoon soepers uitbom. Hebben we een chest hier of zo die ik even kan gebruiken tijdelijk? Oh god, deze glitch weer. Wat? Je bent nu op een hele andere plek dan dat je werkelijk bent voor mij. Je zweeft nu in de lucht op dit moment. Oei. Oh, waarom zit je aan mijn fans posts? Hey Johan, kun je dit even bijhouden? Hier zo. Wat? Hier, alles wat ik je nu ga geven, kun je dat bijhouden? Hier, blijf even stilstaan, dan map ik je een keer. Ik ga hem niet eens mappen. Pak het nou maar gewoon op.
Ga ik suicide bomb. Oh ja, ik heb hier jouw ejaculatie. Au! Kutzooi! Wat? Laatbaar. Geef hem gewoon nog een cobblestone. Cobblestone! Au! Ik wil cobblestone. Ik zou je scherm zo vasthouden. Eén cobblestone! Nee! Nee! Joran, hier houdt bij je. Ik hoef die shit niet. En haal niet op mijn bamboestruiken daar weg. Bamboestruiken? Ja, bamboestruiken. Bamboestruiken? Ja, bamboestruik. Je oneert mijn Japanse kant. Je bent niet eens Japans. Ik heb Japanse familie. Oh. Ja, echt serieus wel. Huh! Fuckzooi! Waarom was ik TP Johan Forever doe? Unable to teleport because player are not in the same dimension. Nou, das nog een cobblestone. Doe mij nog een cobblestone, alsjeblieft. Nee. Kubbel, 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 kubbel. Oh, boom. Oh. Oké. Hey, herinner je dat wokken nog eigenlijk? Ja, wat was er mee? Dat was grappig. Ja, toen heb ik een glasstuk gemaakt. Ja, dat at jij op, hè? Ja! Ik ben aan mijn kamer! Je kamer! Mijn eigen! Jawel. Ik heb het gedaan! Yes! Tornjak! Tornjak! What the fuck? Tornjak. Tornjak, hak heb. Allemaal mensen, Tornjak. Onmiddellijk, Tornjak. Dat is een hond. Oh. Dude, ik heb cobblestone nodig. Ja, nou mooi. Doe me gewoon even een half stuk of zo. Please. Please. Dank. Dank je. Oei. Potatoes. Verdammt dat ik nog geen carrot heb gekregen. Waarom heb je de fence doors neergezet, je emu? Omdat daar het oh ja, dat had ik gedaan zodat er geen dieren of monsters doorheen gingen. We moeten zombie pigment farm gaan bouwen, hè? Ja, fuck dat. Dat hebben we nodig. Weet je dat niet? Fuck dat, zeg. Maar Joran, dit is noodzakelijk. Waarvoor hebben we stomme zombie pigments? Gold nuggets, gold ore misschien. Nugget biscuit, nugget in a biscuit. Ik heb het weer gedaan, yes! Dit. Zal ik deze video noemen? Ik heb het gedaan. Nee, oké, wat? Dit. Cobblestone, Joran. Ik kan nou gewoon mijn volledige materials hebben. Joran, je hebt een verkoper aan de deur of zo. Oh nee. Ding dong 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 ding. Speel graag. Speel graag, Johan. Ja, Johan. Ik heb het hier. Geef het alles graag. Ja! Torn. Zooi. Ja, wacht wel even. Wauw. Moet ik één moe. Ja. En mijn zwaard graag. Zwaard? Je hebt mij geen zwaard gegeven, hoor. Ik had een zwaardje dikke emu. Misschien zit hij daar. Ik heb wel een eigen zwaard, maar ik heb dan maar niet, dan maar niet. Dan neem ik dit wel gewoon mee. Ik had ook een boog, maar goed. Ja, die ligt hier wel. Ja, nee, ik ben al toch bij het endportal. Dude, ik heb nu een zwaard nodig. Er is een zombie pikman hier. Zwaard nu. Zwaard, greep zwaard. Zwaard. Dat is een boog, jij emu. Ja, maar die kreeg je ook nog. Hier, mijn zwaard krijg je wel even. Ja, oké, ik moet even die zombie pikman doodmaken. Because we en need dat is that. Wanneer we voor de laatste ronde wat hebben gezien. Hij is nooit teruggekeerd. What the fuck doet het ding veel damage? Ja, hij heeft wel een grote zwaard, hè. Pas op voor de boter. Pas op voor de boter. Boter is heel erg sterk, hoor. Boontje, boter is dangerous. Ja, heel erg. Kijk, de kracht van boter niet. Kijk, nu kan ik onder het
De kracht van boter is bijna even sterk als de kracht van toast. En dat is heel erg sterk. Ja, dat weet ik toch. Oh ja, sinds wanneer weet jij dat dan? Sinds nu. Oh ja, fuck. Hoor ik nou net een... Oh ja, oh jij bent hier. What the fuck, waarom hoor ik jou hier eten? Oh, oké. Okay. Ik zag zo'n klein schimmetje zo... Ja, ik was dus hyperactief aan het rondspringen omdat ik er bijna vanaf viel. En uiteindelijk dacht ik dat ik er tegenop kon klimmen. Toen viel ik alsnog en toen was ik dood. GG. Ja, niks GG. Ja, GG jongen. Dood bedoel je? En ja, dit maken we voor zombie pigments. Dat is pech, meloen weg. Want we gaan de zombie pigments met arrows doen namelijk, met pijlen. Dat is een stuk makkelijker, want ik ga niet weer zo'n mob trap maken, dat doe ik niet. Dat is pech. Want volgens mij spawnen zombie pigments niet in het donker. Wither skeletons wel, maar ja, die hebben we niet nodig. Ronald! Jij zit in de grond, je emu! Ronald! Help, je bent spooky. Mag Ronald! Nee, ik mag jou niet. Ronald, ik ga je er vanaf mappen. Dude, please, no. Nee, dat ga ik niet doen, dat is zielig. Te veel shit. Ja, daarom. Mijn portaal staat tegen prachtig. Zo, nou moet ik in ieder geval al die andere shit weg gaan mijnen hier zo. Waar we niks meer aan hebben. En dan kunnen we stairs maken. Nou, dan kunnen we in de volgende paar episodes kunnen we echt hier gewoon weer verder. Pasper, bloem weg. Moeten we nog iets met glowstone doen eigenlijk? Ik kan wel even kijken. Glasblok. Maak zoveel glowstone bloks ofzo. Ja, maar we zullen wel even. Staat er wat van op of niet? Nee, maar ik heb ook een andere vraag. Heb jij die 10 vis al gekocht? Ja, dat zit in de furnace. Nou, dan kunnen we dat mooi ook weer afvinken. Zo, dan hebben wij één endding. Wegmijnen zo. Zo, wij zijn al heel erg op dreef qua achievements. Ja, we zijn nu in de netten natuurlijk. Is de achievement we need to go deeper is er ook, hè? En hoe deed je die ook alweer? Je gaat er net erin. Ik ben best wel trots op mijn nether place hier zo. Ja, maar jij bent overal trots op wat je maakt. En ik druk voor mij op de verkeerde knop. Wat? Zal me springen? Oh, wacht even. Wat? Bijna ons water in ons zwembad is ijs geworden. Geweldig. Heb je de 5 nou al? Even kijken zo. Heb je die vis nou al of niet? Ja. Oké. Okay. Zo, nou in principe is het net als grotendeels als klaar. Alleen wist je dat als je crouchend over ijs heen liep, op de hoekjes, echt precies op de randjes, dat je dan niet glijdt? Nee, dat wist ik niet. Ja, daar kwam ik dus net achter. Oh nee, ik wil niet terug. Oké. Okay. Don't take me back there. GG. Wat nou GG? Dat zeg jij ook altijd op de verkeerde momenten. Zou ik dan ook wel mogen. Vind je nou het gewoon normaal? Ja. Oké. Okay. Jij vindt, ik bedoel, je toast toch ook heel normaal? Je eet het toch ook elke dag? Mm-hmm. Nou, elke dag, dat lijkt me sterk voor een Winnie de Poe. Jij eet voor mij elke dag honing. Ja, klopt. Zo, deze kant op maken we het... Ja, nou, mushroom ding, en daar gaan we denk ik in de komende episodes mee verder. Ja, ik heb poeologie gestudeerd, hè, wist je dat? Poeologie, oké, okay, perfect, mooi. Heb jij ook vast ook al gedaan als een Winnie de Poe? Ja, klopt, natuurlijk. Stomme hekjes, oké. Okay. Maar weet je wat jongens, wij gaan het hier belaten voor vandaag. Volgende episode gaan wij, ga ik in ieder geval werken aan een grote mushroom. Want dat wil ik gewoon klaar hebben. En Ronald gaat aan de shroom, zoals ik al eerder heb gezegd. Ja, deze episode dus nog niet, maar volgende episode. Ja, jammer zeker. Voor jou. Dus ja, wel jongens, bedankt voor het kijken allemaal. Tot de volgende keer. Laat even een like achter. En wel GG!